De woningbouwvereniging Rewijk is al heel lang bezig met duurzaamheid. Beperkte schaal zijn we begonnen. De HR-ketels, CV-ketels, hebben we al 16 jaar geleden voor het eerst geplaatst. Die zijn nu aan vervanging toe. Dus het leeft bij de woningbouwvereniging Rewijk. Wat we misschien niet doen is reclame maken ermee. Dat is iets wat ontbreekt, maar daar moeten we nog aan gaan werken. Ik vind het prachtig wonen. Ik geniet iedere keer als ik hier naartoe fiets. Gewoon hoe je binnenkomt, zeg maar. Hè. De plassen aan twee kanten. We zijn heel milieubewust, dus we proberen zo weinig mogelijk energie te gebruiken. We hebben de woningbouw gevraagd om boven ook dubbele ruiten neer te zetten. En dat gaf een kleine huurverhoging, maar dat hadden we er graag voor over. En daarnaast hebben we op eigen kosten zonnepanelen op dak gezet. Veel mensen denken bij het huren alleen maar aan de huur die ze kwijt zijn, maar je bent ook heel veel kwijt aan de energielasten, hè? Het gas en de elektra. En dat is de afgelopen 10 jaar gigantisch gestegen, dus die post wordt steeds belangrijker. Dus de woningbouwvereniging zou er heel goed aan doen om dat wat nadrukkelijker bij de mensen ook op het netvlies te krijgen. De vraag stuurde aanvragen voor dubbelglas, voor andere energiemaatregelen als vloeisolatie. Er komt 1 huurder mee, we sturen daar een offerte voor en de bewoners gaan ermee mee. De buren zien allemaal dat er energiemaatregelen toegepast worden en komen dan naar ons toe met het vraag van kan dat bij mij ook? Zo heeft het vaak een sneeuwbaleffect bij een straat of in een wijk. Het beleid met duurzaamheid, daar diepen ze niet echt voorop, heb ik het idee. Dat begint nu wel wat te komen. Dan kreeg je, als je een vraag daarover stelde op de vergadering, dan was het ja, maar we krijgen eigenlijk als we dat voorstellen aan de bewoners om maatregelen te nemen en dat komt dan terug in een huurverhoging, dan zijn er heel veel mensen die dan afhaken. Maar ja, ik denk als woningbouwvereniging kun je ook gewoon een beleid uitstippelen en zeggen van we doen het gewoon. De ambitie om de woningen allemaal een beter label te krijgen geven, dat is van minimaal gemiddelde D waar we nu zitten naar een minimaal gemiddelde C. Dat kan je bereiken door veel meer woningen aan te pakken als dat je nu bij leegkomen en vrijkomen doet en vragen stuurt door de bewoners. Je zal daar toch reclame moeten gaan maken van wat wij aan maatregelen willen toepassen in de woningen, terwijl bij de zittende huurder.